Geen idee hoe ik dit ga beginnen. Nul benul. Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van Gamersnet. We gaan iets geks doen en dat is allereerst dit ding weggeven. Het is namelijk een Cooler Master Master Keys Lite L RGB combo toetsenbord en een muis erbij. En die hebben we al een keer eerder helemaal gereviewd op Gamersnet. Gamersnet Gear natuurlijk in de video review. En daarom dachten we krijgen een nieuw setje van Cooler Master. Wat gaan we daar nou mee doen? We zijn met de volgende conclusie gekomen. We gaan testen hoe stevig een Cooler Master toetsenbord nou precies is. En aan het eind van deze video geven we er dus eentje weg. Maar niet voordat we ervaren in 3 stappen wat een Cooler Master toetsenbord allemaal kan weerstaan. Let's go! Oké, stap 1 om de Master Keys Lite L te testen is water. Want ja, Cooler Master beweert dat dit toetsenbord watervast is. En dat heb ik met mijn eigen review natuurlijk nog niet gedaan. Ik dacht, misschien gaat hij wel kapot. Maar nu is het moment om het te testen, want thanks Cooler Master, we hebben er nog een ontvangen. En ik heb daarvoor een glaasje water erbij gepakt om het even te testen. Ja, is water. En hij gaat er nu overheen. Dus we gaan kijken hoe watervast de Master Keys Lite L RGB is. Let's go. Dat is aardig wat water. De belichting doet het nog, zoals je kunt zien. En de... Oh god. Oh shit. Ik denk dat we een doekje nodig hebben. Maar zoals je op dat scherm kan zien, hij doet het nog wel. Hoe vet is dat? Hij is gewoon... Er is niks meer aan de hand. Nice, man. Stap 1 is voltooid. Ach, godverdamme. Oké, we hebben de Cooler Master Master Keys Lite L afgedroogd. En ik ben een beetje nat, maar dat maakt niet uit. Want we gaan door naar de volgende test. En de volgende test is Daan's Rage. We gaan natuurlijk kijken hoe goed dit toetsenbord tegen een beetje gebalde vuist en een beetje rage kwit kan. En daarvoor hebben we natuurlijk onze haatbaard Daan uitgenodigd. Die zit hier alvast achter mij. En we gaan nu kijken hoe dit toetsenbord Daan's woede weerstaat. Oké, dus dat is gebeurd. Het was iets explosiever dan we gedacht hadden. Je weet het nooit met Daan. En je kunt het zien, we zijn een heleboel knoppen kwijt. Maar gek genoeg werkt het allemaal nog wel. Wat best wel bizar is. We kunnen ook even kijken naar wat er zoal getypt is door Daan. Hij zei, hoi poep. Jetzt geht los, mit Unreal Tournament, ich will Unlimited Tournament spielen. Dus dat. En vervolgens een aantal letters waar we niet zo heel veel van konden begrijpen. Maar het werkt allemaal nog wel. Dus nu gaan we dit hele toetsenbord weer in elkaar zetten en door naar de volgende stap. Maar eerst even timelapsen hoe we al die knopjes terug gaan zoeken. Oké, stap 2 heeft de Master Keys Lite nu doorstaan. Hij kan water hebben, hij kan een rage vandaan hebben die best wel ernstig is. En inmiddels hebben we hem weer in elkaar gezet. Je hebt het gezien, we hebben alle toetsen weer teruggevonden en hij doet het nog perfect. Maar we denken niet dat hij de derde test kan doorstaan. Dat is namelijk eentje die iets groter aangepakt is. We gaan namelijk niet Daan erop loslaten, nee, we gaan mijn auto erop loslaten. Dus we gaan het zien, Master Keys Lite versus mijn auto. Here we go. Hij deed het net nog, maar nu ligt de kabel eraf. Oh crap, inderdaad. Alright, dus dat was test 3 en ik denk niet dat hij die doorstaan heeft. Want je ziet het, we zijn een aantal knopjes kwijt. We zijn één pootje kwijt. Maar vooral, we hebben geen kabel meer. Die is eraf gegaan. Maar ik zweer, de eerste keer dat ik er overheen reed, deden de lichten het nog wel. Dus ik heb het idee dat hij het gewoon nog had gedaan als we die dingen fixen. Maar tot dusver, ik denk dat dit een done deal is. Dat is het uiterste wat de Master Keys Lite van Cooler Master kan doorstaan. Oké, we hebben het geprobeerd, maar nee, hij viel niet meer te fixen. Al denk ik, als we de juiste middelen hadden, dat we gewoon daadwerkelijk deze kabeltjes aan elkaar hadden kunnen bevestigen. En dan had dit hele toetsenbord gewoon nog gewerkt. Denk ik, weet ik niet. We gaan het nooit weten, want ik heb het vernacheld. Sorry jongens, ik weet dat het pijn doet voor veel mensen om dit te zien. Bij mij eigenlijk ook wel een beetje. Maar dat maakt niet uit, want we hebben er gewoon nog één. En ja, je raadt het al, dit is dan ook het modelletje wat we dan ook gewoon weg gaan geven. Dus mocht je zelf
een toetsenbord hebben wat net zo vernaggeld is als wij net aan deze Cooler Master Master Keys Lite hebben gedaan, dan laat het weten in de comments en dan gaan we kijken wie een nieuw toetsenbord en muisje verdient. Want jazeker, het mooie muisje krijg je er ook gewoon nog eens bij. Gaan we overigens niet overheen rijden, al was dat misschien een leuke follow-up aflevering geweest. Maar anyway, dat was het voor deze video. Ik hoop dat iedereen mee kan doen met de giveaway, dat je er iets aan hebt en dat het niet al te veel pijn deed dat wij gewoon zojuist 2 keer, 3 keer, 4 keer over een toetsenbord zijn gereden en hem vervolgens niet meer konden redden. Rest in peace, modelletje van hier. En tot snel bij een nieuwe video van Gamerset.nl. Ik was Tom, de ballen, peace out. Doe mee met de giveaway. Oh, en dan rest ons niks anders om nog Cooler Master te bedanken voor het mede mogelijk maken van deze video. Doe mee met de giveaway. Tot snel, de ballen, peace out.